In de vorige aflevering zag je hoe we een kasteel bezochten die midden in de wijngaarden stond. Binnen zag alles er super mooi afgewerkt uit, echt super uniek. Check die video ook zeker even als je die nog niet gezien hebt. In deze aflevering bezoeken we een autokerkhof waar niet alleen auto's stonden, maar ook vrachtwagens en zelfs nog legerauto's. Ook vinden we een splinternieuwe auto. Heel veel plezier bij het kijken van deze video. Jongens, leuk dat jullie kijken naar aflevering 3 van onze roadtrip door Frankrijk. Momenteel zie je dus al achter mij een verlaten bus staan. We zijn namelijk op een heel verlaten autokerkhof. Je ziet achter mij al verschillende auto's staan. Er staan hier zo super veel auto's en vrachtwagens en busjes en weet ik het wat hier allemaal staat. Het is echt super vet om te zien. Dus ik ga jullie zoveel mogelijk laten zien. Je ziet hier achter mij zie je dus ook al een oplegger met dus ook al een kever erop. Moet je kijken hoe lijp dit eruit ziet. Gewoon al die vrachtwagens en busjes en zo. Dat gewoon compleet hier staat te verrotten. En dit is misschien wel een soort van legervoertuig of zo geweest. Dat is ook wel vet dat ook gewoon legervoertuigen hier achter zijn gelaten. En alle onderdelen en zo zijn ook gewoon allemaal in zo'n hok gegooid. Ik weet niet wat alles is, maar het is toch ook wel vet. Kijk dan hier, compleet allemaal deuren zijn hier ook gewoon allemaal opgestapeld. Waarschijnlijk nog voor hergebruik of zo. Je ziet daar een paar uitlaten, zie je. Oh, hier nog veel meer trouwens. En gewoon heel dik. Kijk dan hier nog veel meer uitlaten en zo. Bumpers hier liggen. Het is echt heel dik. Daar liggen ook nog complete velgen. En hier zit het dus ook gewoon nog vol. Met allemaal vrachtwagens. Je kan het gewoon amper zien. Door de dingen die helemaal begroeid zijn natuurlijk. Dit is ook weer een vrachtwagen. Deze heeft een ongeluk gehad zo te zien. Alles is gewoon helemaal begroeid en gewoon helemaal achtergelaten. Erg wat lijkt. Dit is gewoon weer totaal wat anders dan wat je eigenlijk verwacht van Frankrijk. Frankrijk is meer de intacte châteaux en zo. Maar dit zijn toch wel dingen die het toch ook wel speciaal maken. Kijk dan allemaal die lege voertuigen. Dit er bijvoorbeeld. En deze ook. Hoe vet dat eruit ziet. Dat gewoon alles hier helemaal is begroeid. En dat gewoon nog zo'n auto, zo'n busje hier ook gewoon al achter is gelaten. En dit is dus niet het enige wat er staat. Want hier achter mij staat het dus gewoon nog helemaal vol. En we kwamen net dus aanrijden met de auto. En aan de voorkant bij de straat, daar staat toch ook echt nog een stuk of 20, 25 auto's. Inclusief nog een hele vette brandweerauto. Dus die ga ik ook straks sowieso voor jullie filmen, want die is ook wel heel vet. Maar het is toch wel vet om hier zo te lopen gewoon. Terwijl er gewoon voor de rest helemaal niemand is. Alles is hier gewoon, lijkt het wel gedumpt of zo. Kijk, die heb ook bijvoorbeeld een ongeluk gehad. Lijkt net of het soort van autoschadebedrijf was of zo. En dat dat failliet is gegaan of gewoon totaal niet liep. En dat daarom gewoon al deze dingen hier zijn achtergelaten. Kijk hoe vet. Ook nog een hele oude benzinepomp. Dat is echt wel heel dik. Echt super dik. Volume, liters. Het is echt super oude. Echt wel vet om dat ook te zien hier. Voor de rest staat daar ook natuurlijk nog een vrachtauto. Er staat echt zoveel. Het is echt bizar. Ik weet niet hoe ver het hier nog doorloopt, maar echt wel lijp. Hier ook weer aan de overkant en zo. Overal waar je kijkt staan gewoon auto's of onderdelen van auto's. Kijk dan, daar staan ook gewoon complete trailers.
Complete trailers staan er ook gewoon. Dit ook allemaal. Allemaal een soort van legervoertuig of een takelwagen of zo. Geen idee. Maar toch echt wel lijp. Om gewoon zoiets te zien. Waar gewoon totaal eigenlijk niks mee wordt gedaan. Maar toch hier gewoon op dit veld gewoon allemaal is neergezet. Ook echt gewoon alles is hier achtergelaten. Mercedes busjes, Renault auto's, vrachtauto's, Iveco busjes. Noem het maar op of het staat hier gewoon. Het is echt wel super vet om te zien. Kijk hierachter ook bijvoorbeeld. Hier nog een oude tankwagen. Van benzine te verslepen en zo. En van A naar B te brengen. Hier zijn ook gewoon nog allemaal busjes. Super dik. Allemaal verschillende vrachtauto's. Kijk, net wat ik al zei. Iveco busjes. Kijk dan deze. Is het niet zo'n oude Volkswagen busje of zo? Nee. Een Peugeot busje. Wauw, kijk daarachter. Ik moet hier even kijken of ik hier doorheen kan. Dit is... Oeh, die prikkels zijn al echt heel vies. Kijk of die weg kan halen. Holy shit. Moet je kijken. Deze auto's worden ook gewoon hier neergezet. Alsof het gewoon echt niks is gewoon. Je ziet hier een Volvo staan. Kijken of ik nog andere autootjes kan herkennen. Het is best wel dicht begroeid hier. Dus het is best wel moeilijk om hier te bewegen, zeg maar. Kijk dan, dit is ook een soort van Volvo ding. Maar er staat dus ook gewoon turbo op. Misschien was dit wel een super zeldzame versie of zo van Volvo bijvoorbeeld. Misschien werd hier wel racen mee gedaan of zo. Geen idee. En deze auto's ook. Het is gewoon echt zonde dat gewoon al die auto's hier gewoon staan te verrotten. Dit en al die binnenkanten en zo. Al het interieur. Alles is gewoon helemaal, ja, helemaal kapot. En overgenomen. Gewoon door de natuur. Kijk, hier kan je nog wel deuren openmaken. Nou, je ziet, alles valt gewoon helemaal uit elkaar. Het is echt super zonde. Ja, maakt het toch wel leuk om dit zo te zien. Ik weet niet wat dit allemaal voor auto's zijn. Oh, dat is een Citroën. Het zijn echt super oude auto's zijn het. En echt wel super leuk om te zien. Het geeft toch wel een kijkje hoe ze vroeger de auto's dus hadden. Want zulke auto's zie je gewoon echt tegenwoordig gewoon nergens meer. Gewoon zulke oude autootjes. Het is echt super leuk om te zien. Nou, je zal het niet geloven. Maar hier staan dus ook gewoon allemaal van die zeecontainers. Je moet eens kijken wat er binnen staat. Moet je kijken. Hoe vet. Je kan, voor de rest kan je nergens heen eigenlijk. Dus dit is het enige waar ik bij kan. Er is ook een soort van... Ja. Ik ga kijken of ik daar kan komen. Daarachter. Er is ook een soort van pick-up of zo. Ik weet niet wat het is. Daar is voor de rest is daar niks meer. Dit zijn wel betere kwaliteit auto's. Aangezien deze natuurlijk gewoon allemaal droog staan. En deze moet je zelf ook nog gewoon opwinden hier. Zoals je kan zien. Hier moest je dus heel die auto mee opwinden. En dan ging de motor dus aan. En dan kon je dus gaan rijden. Dus dat is één loods. Of één zeecontainer bedoel ik. En dan heb je er hier dus nog meer. Die ene is helaas leeg. Die staat wel vol met autodeuren. Maar hier. Kijk dan dit. Hoe vet. Dit is ook weer zo'n hele oude Citroën. Echt wel heel dik. Daarachter staan trouwens ook nog veel meer auto's. Ook gewoon een soort van... Ja, wat is het? Een kever of zo? Ik moet even kijken of ik licht kan pakken. Misschien even met mijn telefoon doen. Want dit is toch wel vet. Dat gewoon zulke intacte auto's... Hier ook gewoon nog staan. Even licht heb ik erbij gepakt. Moet je kijken. Het is ook gewoon een hele oude kever is dit. En dit is ook weer een andere Citroën. En dat is toch echt wel dik. Kijk dan. Best wel ook intact die auto's. Dat is echt wel heel vet. Er schijnen dus binnen in de loods.
Oh, kijk dan. Deze heb ik gewoon echt een serieus ongeluk gehad ook. Echt wel zonde. Maar er schijnen dus binnen in de loods, daarachter, daar, schijnen dus ook nog super vette auto's te staan. Ja, eerst moet ik jullie natuurlijk wel even dit laten zien. Zoveel Citroëns, zoveel oude auto's heb ik echt nog nooit bij elkaar gezien. Zijn er gewoon bijna allemaal dezelfde volgens mij. Kijk dan, het gewoon hier al 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er staan er zeker wel 10 van dezelfde Citroën. Staan hier gewoon allemaal op een rijtje. Gewoon allemaal helemaal te vergaan. Het is echt zo zonde. Maar ja, als je er zo naar kijkt, je kan er eigenlijk gewoon voor de rest vrij weinig mee. Het is wel mooi om te zien, maar voor de rest is gewoon restaureren van die auto's is gewoon echt niet meer mogelijk. Omdat het gewoon zo erg ja, kapot is en zo lang stil heeft gestaan. Maar het is toch echt wel heel dik. Gewoon al die vrachtwagens en zo, die complete trailers. Het is echt super vet om hier gewoon rond te lopen. Dit is dus ook de loods waar ik het dus over had. Waar is ook gewoon nog allemaal verschillende auto's staan, net als hier. Hier nog allemaal trucks. Moet je kijken hoe dik. Deze, ik weet niet precies wat het is. Het is ook niet heel erg goed leesbaar meer. Dus als jullie het weten, laat het sowieso weten in de reacties. Want het is toch wel echt super vet. Hier ook nog een oude sportauto of zo, ik weet niet wat het is, sportkever of zo. Dit ook gewoon allemaal. Hoeveel stof daar ook gewoon allemaal op die auto's ligt. Dat betekent dat er echt wel zo lang niemand meer is geweest. En gewoon niemand meer naar deze auto's heeft omgekeken. Dat is toch wel echt super zonde. Hierachter kan je dus ook nog komen. Er schijnen dus ook nog veel meer auto's te zijn. Dus ik hoop dat ik daar ook nog even kan komen. Super uniek. Om gewoon ook zulke trucks. En gewoon dat ze allemaal nog intact zijn. Ook gewoon allemaal zo op één locatie te zien staan. Ook gewoon erachter staan dus ook nog veel meer auto's. Dat is echt wel heel dik. Moet je kijken. Ook weer precies dezelfde auto's die we dus ook buiten hebben gezien. Ja, deze splinternieuw. Deze of helemaal gerestaureerd of zo. Is die open? Nee, niet, straks zit de auto er allemaal. Ja, dat is ook niks. Maar dit, al die bekleding en zo, alles zit nog gewoon in het folie en zo. Ik weet niet of deze auto gewoon echt splinternieuw is. Of gewoon helemaal nieuw is opgekrikt. Ik heb dus even mijn lamp erbij gepakt, zodat het toch nog beter te zien is voor jullie. Aangezien het aan dit deel best wel donker is. Maar al deze trucks. Het is echt gewoon totaal niet meer van deze tijd. En hier daarachterop staat dus ook gewoon weer zo'nzelfde Citroën. Als die we dus ook buiten hebben gezien. En het rare is dat deze auto ook gewoon splinternieuw is. Het is echt best wel raar. Gewoon alles. Hier moet je kijken. Het zit allemaal in folie. Ik denk net of hier gewoon nog niemand mee heeft gereden of zo. Dat deze auto gewoon of net gekocht is door de mensen hier. Of dat hij gewoon nooit ja, is verkocht of zo. Geen idee. Het zijn wel dingen. Gewoon deze staat er alweer ik het hoeveel jaar. En dan staat hij naast deze die misschien echt misschien nog een paar maanden of zo hier staat. Nu hebben dus ook nog verschillende auto's. Trucks. Hier staat zelfs nog een grasmaaier. Staat er ook gewoon nog. Echt wel heel dik.
Jongens, dit was alweer het einde van deze video. Ik sta dus hier voor alle auto's die je dus net ook op de video zag. Het is echt super vet om gewoon zoveel hele oude auto's ook gewoon bij elkaar te zien. Auto's die gewoon hier zijn achtergelaten en gewoon niks meer mee wordt gedaan. Dus jongens, vond je dit nou een super vette video? Laat dan even zoveel mogelijk likes en reacties achter onder in deze video. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Later.